Goedemorgen, dit is het weerjournaal van Weerplaza.nl. Wat bewolking boven Nederland vanochtend, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking weg en gaat de zon doorbreken. In het noorden van het land komt nog wel nevel voor en lokaal is ook sprake van mist, maar in de loop van de ochtend lost dat allemaal op. Wisselend bewolkt dus, temperaturen en rond 9 à 10 graden. In het zuiden van het land is het wat warmer. Vanmiddag is het dan ronduit zacht voor de tijd van het jaar. Normaal zijn temperaturen van 10 of 11 graden. Maar het wordt 16 tot 19, lokaal misschien zelfs wel 20 graden. En dat allemaal bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond is het wisselend bewolkt en droog en de temperatuur daalt naar ongeveer een graad of 11. De wind die begint dan naar het zuiden te draaien en neemt iets in kracht toe en is morgen uiteindelijk matig tot een zee vrij krachtig. In de loop van de dag wordt de bewolking dikker en op een aantal plaatsen kan soms dan ook een beetje regen of motregen vallen. Het blijft wel zacht met 14 tot 16 graden. Ook de komende dagen nog temperaturen ruim boven de normale waarde voor de tijd van het jaar. De zon schijnt af en toe, maar vrijdag en zaterdag kan er lokaal ook een enkele bui vallen. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.